Rogier. Wangen. Zo, wangen. Wat kan je er allemaal mee? Wat is het? Wat kan er mis mee zijn? Nou ja, ik heb de neiging om een heel flauw grapje te maken. Je kan erin knijpen, maar het punt is... Dat mag wel ook. Oké, maar in ieder geval. De wangen is eigenlijk heel simpel. Ze kunnen of te ingevallen zijn, of ze kunnen te dik zijn. Oké, dat zijn de twee dingen. En wat kan je daaraan doen? Nou ja, goed. Als ze wat te dik zijn en het lukt niet om af te vallen, dan kan je ze eventueel oplossen met een vetoplosser. Maar als ze echt ingevallen zijn of heel veel rimpels hebben, dan moet je dat gewoon opvullen. En eigenlijk is het een samenhang met de jukbeenderen dat je dat echt in een mooi geheel weet te maken. En dat opvullen, dat gebeurt weer met fillers, denk ik? Met fillers. Er zijn weer meerdere mogelijkheden. Gebruik je meestal de volume vergrotende fillers. Ja. Daar zijn er weer van de Radiesse, Algenesse, Juvederm, heel veel. Maar ze zijn allemaal wat dikker, iets dikker. Je kan ook wat oppervlakkiger werken en dan werk je weer met bijvoorbeeld een Pelotero of een Profilio. Ja. Als er heel veel van die lijntjes zijn. En natuurlijk kan je het vet ook weer verplaatsen met de Silhouette Soft om dat allemaal in te krijgen. Nou, en natuurlijk, als het echt heel veel van die rimpeltjes zijn, kan je weer met de plexer, kan je dat helemaal oppervlakkig wegkrijgen. Nou, zoveel mogelijkheden elke Precies. keer. En wat kan iemand verwachten? Die komt bij jou binnen, jij kijkt naar die persoon en dan? Nou, dan geef ik natuurlijk gewoon een advies. De resultaat is afhankelijk van de behandeling, wat je doet. Dus ongeveer houdt het een jaar tot zelfs 3 jaar kan het aanhouden. Ja. En het is een beetje weer afhankelijk van wat mensen willen en wat het probleem is. Ja, ja, duidelijk. Nou, dan ga ik die voor jou proberen samen te vatten, Rogier. Want wangen, er kunnen dus eigenlijk twee dingen mis mee zijn. Ze kunnen of ingevallen zijn of net dat je hele bolle wangetjes hebt. Bij de bolle wangetjes is het vaak een vetoplosser wat je kan gebruiken. En bij ingevallen wangen zijn de fillers weer aan de orde. Maar soft silhouetbehandeling kan daar ook bij gebruikt worden. En een plexer natuurlijk, die voor heel veel andere dingen ook gebruikt kan worden. Ja. En dan heb je weer stralend mooie roze schattige wangetjes. Ja. Toch? Precies.